Staatsoliemaatschappij Suriname is gisteren gestart met de uitvoering van een Industrial Baseline Study IBS. Het doel hiervan is om vast te stellen in welke mate het lokale bedrijfsleven in staat is goederen en diensten te leveren voor de offshore olie-industrie. Deze industrie is nog in een vroege fase van ontwikkeling. De recente grote oliefondsen in buurland Guyana hebben het geloof versterkt dat ook Suriname in de komende jaren Olie in zee zal vinden, waarmee een duurzame offshore olie-industrie kan worden ontwikkeld. Het Surinaamse bedrijfsleven zou graag willen deelnemen aan deze sector. Staatsolie vindt het daarom belangrijk dat er een IBS wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in het vermogen en de capaciteit van het lokale bedrijfsleven. Ook zal worden nagegaan in welke mate Surinaamse opleidings- en trainingsinstituten de benodigde scholing en vaardigheden kunnen leveren. Als onderdeel van deze studie wordt er een enquête uitgevoerd onder de lokale ondernemingen. Staatsolie heeft de IBS geïnitieerd in samenspraak met de internationale bedrijven die momenteel exploratieactiviteiten ontplooien in het Surinaams zeegebied. De internationale consultant. DAI Global Incorporated is aangetrokken om de studie uit te voeren. De afgelopen jaren heeft DAI vergelijkbare studies uitgevoerd in onder andere Guyana, Ghana, Tanzania, Guinea en Vietnam. De IBS wordt in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.